Lopen. Mevrouw Verdonk, u ook een mooie hoed op vandaag. Dank u. Bent u optimistisch? Ja, deze hoed die staat voor optimisme en voor strijdvaardigheid. En ik denk dat dat twee zaken zijn die we nodig hebben in Nederland. Bent u optimistisch over uw beweging of over de plannen van het kabinet? Over mijn beweging ben ik optimistisch, over de plannen van het kabinet niet. Ik bedoel, weinig concreet, 20 werkgroepen in juni volgend jaar pas rapporteren. En dan zijn we weer een jaar verder. Dus dit had al moeten gebeuren afgelopen januari. Afgelopen januari had het kabinet al moeten zeggen, dit en dit gaan wij doen. Want het gaat niet goed. En wat moet er dan wat u betreft zo snel mogelijk gebeuren? Nou, werk. He, je zal maar een gezin hebben, een van de ouders werkeloos, twee kinderen op school, een hypotheek. Zie dan nog maar eens rond te komen. Werk is voor ons ontzettend belangrijk. Tweede is natuurlijk de AOW-leeftijd. Bij ons blijft die op 65. En bij ons is het ook heel duidelijk. Als je op je 12e bent gaan werken en je hebt 40 jaar gewerkt, dan ga je dus op je 52e eruit en niet op je 62e. Dus wat u betreft, dat allemaal intact laten. Maar waar gaat u dan op bezuinigen? Oh, we kunnen op heel veel punten bezuinigen. We kunnen bezuinigen bijvoorbeeld op ontwikkelingssamenwerking. Ik heb al maanden terug gezegd, laten we nou eens een nationale investeringsbank starten. Want banken geven geen kredieten meer aan ondernemers. Dat weten we al maanden. En er gebeurt nog steeds niets. Er gaan meer ondernemingen failliet nu dan eigenlijk nodig is. Dus wat ons betreft nationale investeringsbank, wat moet daarvoor geld in? Van de pensioenfondsen, de opbrengsten van de energiebedrijven. En dan zorgen dat de markt weer in beweging komt. Dus meer actie wat u betreft van het kabinet? Veel meer actie. En over uw beweging, blijft u optimistisch? Ook al staat u nu in tegenstelling tot vorig jaar zo rond de 0 zetels, terwijl u toen nog op 17 zetels stond. Ja, je moet alles meemaken in het leven. En dit is nu wat we meemaken, maar we vechten gewoon door. En trots op Nederland staat voor een heldere, fatsoenlijke boodschap. En is voor iedereen die meedoet in de samenleving. En als het moet, sluiten wij mensen uit. Maar dan op basis van gedrag en niet op basis van godsdienst. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik denk dat u het ook kunt horen. De kamerbel gaat en u ziet op dit moment Wouter Bos, de minister van Financiën, is in de kamer met het welbekende koffertje dat bij Prinsjesdag hoort. Hij gaat een toelichting geven op de Rijksbegroting voordat hij die Rijksbegroting gaat aanbieden aan de Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. En die belde eerst ervoor om te zorgen dat alle Kamerleden, 150 in getal, zich ook nu gaan begeven naar die Tweede Kamer om te gaan luisteren naar het verhaal van Wouter Bos.